Eindhoven was het trefpunt van tafeltennissers uit Nederland en 11 andere landen die onder grote publieke belangstelling speelden om de Open Nederlandse kampioenschappen. De finale herenenkelspel ging tussen de 17-jarige Zweed Hans Alsayer en de Duitser Dieter Keuler. Alsayer op de achtergrond was de enige deelnemer die een bed van sponsrubber gebruikte. Keuler, nog de andere tegenstanders van de Zweed, waren tegen de verraderlijke effecten daarvan opgewassen. Voor het publiek werd de eindstrijd een slaapverwekkende vertoning door het sterk verdedigende spel. Het tijdvlaggetje besliste de partij in de vierde game ten gunste van de Zweed, die daarmee dus de titel veroverde. Heel wat opwindender ging het toe in de finale damesenkelspel tussen de Engelsen Diana Rowe en Anne Hayden in lichte blouse. Anne Hayden toonde een wat fellere wedstrijdmentaliteit. Diana Rowe gaf zich echter niet gemakkelijk gewonnen. De wedstrijd werd tenslotte door de blonde Anne Hayden in 4 games beslist. En zo ging het kampioenschap dit jaar mee naar Engeland met een verlegen glimlachende Anne Hayden.